Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat ik hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwaad. Mm-hmm. Dus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan worden. Maar moeten we niet nog antwoorden of niet? Want het goed. Ja, dat zwijg ik liever. Excuseer, voor de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. Ik wou een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, als ik het u aan de half uur... Dit kan, dit kan voor mij, dat kan leuk